Ready? Rozenverkoper Singh was een bekende in Utrecht. Tegelijkertijd was hij een groot mysterie. Omdat hij alleen Hindi sprak, was een gesprekje voeren er niet bij. Iemand die de rozenverkoper wel een beetje kent, is Erika Oud Genoeg. Ze maakt een documentaire over hem. Nou, hier ben ik met mijn cameraman. Net als veel Utrechters zag Erika hem vaak door de stad lopen met zijn camera en rozen. En ze werd nieuwsgierig naar hem. Hij is zo bekend in Utrecht, maar nou ja, eigenlijk kent niemand hem. Want niemand weet waar hij woont of hoe oud hij is of hoe lang hij al überhaupt in Utrecht rondloopt. Dat is een beetje de aanleiding van wie is hij? Dat wilde ik wel eens weten. In Café Lebowski was vorige week een afscheidsfeestje voor Singh. De betrokkenheid en het draaien voor de documentaire vond hij erg leuk, maar hij bleef zwijgzaam. Hij liet niet echt. Hij was altijd wel heel vriendelijk en hij was heel behulpzaam en hij wou ook wel meewerken. Maar aan de andere kant, hij liet ook nooit het achterste van zijn tong zien. En als hij geen zin meer had, dan trok hij de daspeldmicrofoon af en liep weg. Dus echt helemaal leren kennen heb ik hem niet. Er gingen veel verhalen rond over de rozenverkoper. Hij zou bijvoorbeeld steenrijk zijn en zich naar huis laten rijden door een chauffeur. Erika probeert in haar documentaire een paar mythes te ontrafelen. In de loop der jaren heeft hij 7 koeien voor zijn familie in India gekocht. Dus het geld ging toch ook voor een groot deel naar India om daar de familie te steunen. En zijn familie is ook de reden dat hij terug is gegaan naar India. Hij wilde bij het huwelijk van zijn kleindochter zijn en besloot te blijven om van zijn pensioen te genieten. Gisteren vertrok Singh om vermoedelijk nooit meer terug te keren. Hey, en het allerbeste met je, hè? Toch gauw.